Stel, je bent een succesvolle ondernemer en je bent 5 jaar geleden gestart met 3 damesmodezaken in de 9 straatjes, hier in de Berenstraat. Vervolgens gaat het zo goed dat jouw accountant je adviseert om je eenmanszaak om te zetten in een BV. En dan komt corona. En vervolgens denk je dat je recht hebt op steun, maar je krijgt geen steun omdat je niet kunt aantonen dat je op je nieuwe loonheffingsnummer 3 maanden eerder loon hebt betaald. En we gaan Joyce Kamerling, de eigenaresse, vragen wat er precies aan de hand is. Ja, Joyce, we staan hier in jouw winkel in de Berenstraat. Je bent 5 jaar geleden begonnen en je bent een hele succesvolle ondernemer. En toen kwam corona. Wat deed dat met jouw winkels? Alles staat op zijn kop, stond op zijn kop. En ik heb het wel nog steeds als heel zwaar ervaren. En alles gewoon in één klap weg. Hoeveel mensen heb je eigenlijk in dienst? 10. We zijn met 10. Sowieso zit ik natuurlijk met een bezettingsprobleem. Wij staan normaal gesproken met meerdere mensen in de winkel. Maar de winkels zijn niet zo groot dat we dat nog kunnen doen, omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen. Ja, maar gelukkig, de overheid heeft heel veel geld vrijgemaakt. Heeft allemaal regelingen opgetuigd, zoals de NOW-regeling en de TOGS. Heb je daar allemaal gebruik van kunnen maken? Ik heb alles per direct aangevraagd. En tot op heden heb ik de NOW-regeling, die voor mij het belangrijkste is, natuurlijk met zoveel meiden in dienst. En ik krijg het dus niet, omdat ik een verandering van rechtsvorm heb gedaan half maart. Je hebt dus jouw eenmanszaak omgezet in een BV. Dan krijg je een nieuw loonheffingsnummer. En je moet kunnen aantonen dat je op dat loonheffingsnummer loon hebt betaald. Maar dat heb je natuurlijk niet gedaan voor de datum dat je die omzetting deed. He, dat is correct. Dat is feitelijk wat aan de hand is. Het kon niet gekoppeld worden. Daar zijn we nu eigenlijk nog steeds mee bezig. Want als er gekoppeld wordt en gewoon op mijn oude loonheffingsnummer wordt gekeken, waar ik natuurlijk al 5 jaar gewoon alles mee gedaan heb, alles betaald, nooit te laat, alle belastingen überhaupt. Als dat gekoppeld wordt, dan kunnen ze gewoon precies mijn historie zien en zien ze ook dat ik recht heb op dat noodpakket. Ik heb zelfs zoiets van, al moet ik aankloppen bij meneer Rutte zelf, laat mij mijn verhaal doen en laat het me uitleggen, want dan begrijp je het en dan weet je gewoon dat ik er recht op heb. En dan kan ik verder, dan kan ik weer doorgaan met bouwen. Ik lever al 3 maanden strijd, het is echt slopend. Ja, ik zie nog steeds weinig toeristen hier rondlopen en de omzet zal niet weer op het oude niveau zijn. Ga je dit overleven? Ik heb 3 winkels in de 9 straatjes, dus het is bij mij echt allemaal maal 3. Ja. Het is gewoon een heel hard gelag. En het is er, daardoor had ik zoiets van, het komt goed, ondanks dat ik veel ga inleveren. Omdat die steun er is, maar ik heb hem nog steeds niet.